Ik ben begonnen met turnen toen ik 6 jaar oud was. Toen ben ik begonnen met peutergym. En daarna ben ik overgestapt naar de selectie, omdat mijn zus daar ook al bij zat. En dat vond ik eigenlijk wel zo leuk. En daar wou ik ook graag bij dat ik zelf naar de trainster ben toegestapt om te vragen of ik misschien ook in de selectie zou mogen. Toen ik heel klein was, toen zat ik een keer voor de televisie naar een EK te kijken. En toen heb ik tegen mijn vader gezegd van... Op zo'n grote wedstrijd wil ik ook ooit te staan. Waarna hij eigenlijk wel zoiets had van, oh, ze meent het wel heel serieus. Dus vanaf toen had ik eigenlijk wel in mijn hoofd dat ik wel heel graag echt topsportturner wou. In 2008 toen heb ik inderdaad mijn voorste kruisband afgescheurd voor de eerste keer. En daarvoor had ik eigenlijk juist een topjaar, want toen was ik Nederlands kampioen geworden op vloer en allround. En had ik een derde medaille op balk. En ook vlak daarvoor toen zat ik in het team voor de Jeugd-EK, waar we derde zijn geworden met het team. En toen heb ik ook een balkfinale bereikt waarin ik 7e ben geworden. En tijdens de topgym in Charleroi, wat eigenlijk ook wel heel goed ging. Ja, eigenlijk na een hele goede oefening, toen deed ik de 2,5 schroef en... Hij stond heel goed, maar op een of andere manier is mijn knie in de landing zo verdraaid, ja, dat mijn kruisband is afgescheurd. Ik heb toen nog wel eerst op één been uitgestrekt naar de jury. En daarna ben ik inderdaad gaan zitten of gaan liggen. Ja, ik was een stuk jonger en ik had geen idee wat er was gebeurd met mijn knie. Dus ik had zoiets van, eerst nou even rustig, nou misschien kan ik zo meteen nog wel een vloeroefening turnen, wat daarna eigenlijk nog zou moeten. Maar toen ik liep en ik voelde dat mijn been eigenlijk aan de onderkant een beetje beaanswamperde, voelde ik wel dat dat niet meer ging lukken. Vanaf het moment dat ik wist wat er aan de hand was, dat ik dus mijn kruisband had afgescheurd. Ja, is vooral heel erg balen, maar ik had wel direct de motivatie alweer om toch weer terug te komen op het allerhoogste niveau waar ik op dat moment eigenlijk ook op zat. Dus ja, dan is het gewoon een jaar lang revalideren en hard werken, veel kracht en conditie en dan hopen dat je de aansluiting weer vindt. Pinch me, is this real? This feel- Ja, als je natuurlijk geblesseerd bent, dan zijn er altijd veel dingen die je niet kunt. En zeker als je zo'n zware blessure hebt, dan met operaties, ja. Eerst dan moet je na de operatie natuurlijk daar alleen al van herstellen, van narcose. En vervolgens kom je weer in de zaal en dan kan je eigenlijk alleen een beetje kracht met je armen. Want ook aan het begin een fiets krijg je nog niet, krijg je de trappers nog niet rond. En lopen kan ook nog niet. Dus ja, dan ben je echt heel beperkt en... Ja, dat zijn echt eigenlijk de moeilijkste trainingen. Wanneer je ziet dat de rest van je team allemaal verder gaat en allemaal beter wordt en nieuwe elementen haalt. En jij zit eigenlijk met een paar gewichtjes in je hand. Dat is wel het zwaarste. Maar wanneer je dan zelf steeds weer meer mag doen en kan doen, ja, voelt dat toch elke keer ook wel weer als een overwinning. Wat toch ook wel weer heel leuk maakt om terug te komen. Ik vond eigenlijk de sportturnen gewoon nog steeds echt superleuk. En omdat ik ook op het eigenlijk in heel goede vorm die eerste blessure kreeg, had ik zoiets van ja, dit wil ik gewoon nog een keer halen. En daardoor had ik echt wel de spirit om nog
door te gaan. Omdat ik toch bij de senioren naar komende echte wedstrijden. En die wou ik toch echt nog meemaken, omdat ik zag gewoon nog een kans. De eerste wedstrijd die ik toen weer heb gedaan was een SeaDike toernooi. En daarna heb ik met de EK-kwalificaties meegedaan en zat ik in het traject. En ja, zo in het traject dan uiteindelijk werd besloten dat ik ook in het team zat. En toen mocht ik mee naar Birmingham. En ook het WK in Rotterdam, wat nog steeds eigenlijk wel een van de hoogtepunten in mijn turnloopbaan is. Omdat het toch in eigen huis is. En dat was zo'n goede prestatie hebben we daar neergezet. Wat natuurlijk echt wel een hele beloning is na zo'n jaar lang hard werken. Ja, de tweede keer was het eigenlijk ook weer na een hele goede balkoefening. Dus dat is, en ook bij de afsprong, dus eigenlijk bij precies hetzelfde onderdeel dat het weer gebeurde. Dat ik mijn kruisband opnieuw afscheurde, maar nu in de andere knie. En ik voelde eigenlijk direct al wel zelf dat het gewoon weer fout was. En dat het, dat het weer mijn voorste kruisband was. En dan wordt nog wel gezegd van even afwachten, want het is allemaal nog niet zeker. Maar voor mezelf was de MRI alleen maar een bevestiging van wat ik eigenlijk al wist. Dus dat is zwaar. And I keep on dreaming. Open up these eyes. Working overtime now. And I think I see it. Ja, dit keer heb ik wel twee dagen of zo. Erover getwijfeld. Maar eigenlijk daarna ook wist ik voor mezelf vrijwel zeker weer van ik wil het gewoon weer proberen. Want mijn eerste knie was eigenlijk zo goed hersteld dat ik er nooit meer last van had. Dus had ik zoiets van waarom niet nog een keer? Want die tweede knie die kan gewoon net zo goed worden. En ook de chirurg die mij geopereerd heeft de eerste en de tweede keer, die gaf eigenlijk ook na de operaties en na de controles wel groen licht. Dat hij zei van het is ook gewoon veilig. Omdat je knieën nu gewoon eigenlijk weer hersteld zijn. Had ik zoiets van dan wil ik er ook gewoon alles aan doen. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar ik ga er in ieder geval voor de volle 100% voor. Ik denk dat heel veel sporters het al lang op hadden gegeven. Maar Yvette, die pakt het juist aan en wil zo goed mogelijk herstellen om weer een goede comeback te maken. Keep on smiling, keep on shining, keep on searching out in the rain. Yvette is voor ons een voorbeeld topsporter. Zo zou je het graag wensen. No more wasting time, chasing life's demise now. And I keep on dreaming. Open up these eyes, working overtime now. En omdat ik wist wat me eigenlijk te wachten stond, was de angst deze keer denk ik zelfs wel iets minder dan de vorige keer. Omdat ik gewoon weet wat mijn knie aan kan en wat hij eigenlijk niet aan kan en waar de moeilijke punten liggen. Ik ben eigenlijk al heel blij met wat ik nu heb bereikt, gewoon in de trainingen. Maar ik heb ook wel heel erg zin om weer dat dan ook weer te laten zien op de wedstrijden. Deze EK komt eraan. Het is op zich niet echt een doel om daaraan mee te doen. We hebben eigenlijk zo gehad van, ben je op dat moment goed genoeg om mee te doen, dan pakken we hem, dan gaan we er ook voor. Maar we willen niet forceren. Dus als het haar opbouw qua herstel in de weg zou staan, dan laten we hem zeker gaan. Ja, mentaal gezien ben ik er eigenlijk ook wel weer heel erg aan toe om weer op de wedstrijdvloer mee te doen. En heb ik er wel gewoon heel erg zin in om weer wedstrijden te gaan draaien. Chasing the light I found, no hesitation. Taking my time for now. Nee, ik ken geen extra angsten dan een andere turnster, denk ik. Want iedereen heeft kans om geblesseerd te raken. Ik heb alleen de afsprong van balk nu aangepast, omdat het daar twee keer mee gebeurd is. Het is wel gebleken dat turnen gewoon heel onvoorspelbaar is. Het is één foute landing en je ligt er weer
voor meer dan een jaar uit. Dus ja, natuurlijk, het doel is Rio. Maar het is niet dat ik de andere toernooien daardoor minder belangrijk ga maken. Het is gewoon, ik ga er gewoon voor om weer op topniveau mee te draaien. En dus de EK's en WK's ook belangrijk te maken. Ja, nou, ik hoop dat ze uiteindelijk haar oude niveau weer terug kan pakken. En zij heeft zichzelf al een aantal keren bewezen. En als ze dat voor elkaar krijgen, ja, dat zou ik al heel geweldig vinden. What doesn't kill you makes you stronger.